En dan gaan knabbelen als ze aan het werk zijn. Ja. Bonjour. Bonjour. Wow, we lijken wel of dat we van een soort secte zijn. Of dat we Sinterklaas zijn, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nou ja, en welkom bij een nieuwe vlog. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Wat vind jij? Ik vind het heel professioneel staan. Echt? Ja, zo lekker het haar zo. En dan dit en dan... Ja, je zal wel denken... Wat is dit? Wat is dit? Wij gaan, we gaan weer iets hartstikke leuks doen. Zoals jullie vast wel weten, zit aan de overkant de lekkerste patisserie van de wereld. Ja. En wij kijken altijd vanuit de winkel, kijken wij hun keuken in. Ik weet niet of dat een keuken heet. En daar zitten we altijd, daar kijken we dan altijd in. En nou hebben we aan ze gevraagd, mogen wij... Echt een keer een kijkje komen nemen in de keuken. Nou, dat. En kunnen we de camera draaien om te laten zien, zeg ja, maar? Ja, moment. Zullen we hem eventjes meenemen daarin, dat ze begrijpen wat ons uitzicht is? Kijk, want hier, even aanwijzen hoor. Hoe werkt dit? Daar, wijs ik het nu goed aan? Ja. Daar is de open keuken van de patisserie. Dus wij gaan vandaag een taart maken met de patissier. Heet het zo? Kook lekker met ons mee! Oh, ik dacht ik doe alvast de slogan. Oh, kook lekker met ons mee! Is toch enig. Is enig. Messel Sauvage kookt over. Ik kan zo allemaal slogans uit mijn mouw schudden. Zullen wij gewoon gaan? Stoppen, want anders ga ik over de kook. Oké, we gaan. Ja. Ik vind eigenlijk dat we alles moeten proeven wat hier is. Want anders, en dit ook. Anders kunnen we niet goed leren, snap je? Dus eigenlijk moeten we gewoon alles... Vind je niet? Eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, dan maar zijn we misschien misselijk... Het is zo brutaal. Ja, en dan zijn we misselijk voordat we beginnen. Ja, dat moet je doen. Nou. Oh, spannend hè? Ja, oh godzie Mickey. Oh, kijk nou. We mogen erin. Oh, het ruikt lekker hier. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Oh, het ruikt lekker hier. Ja, het ruikt hier heel lekker. Even één vraag. Hoe noemen wij jou? Meester of leermeester of Vincent? Vincent is... Oh, wij dachten namelijk dat je... Manier. Oh, wij dachten dat je een taartenbakkersnaam had. Dus patissier, meester, Vincent. Patissier. 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 Leuk. Wat gaan wij doen? Vandaag gaan jullie een heerlijke taart maken. Met een afbeelding van jullie beiden erop. Dus dat betekent de chocoladeafdruk bovenop. Daar gaan we even een fotootje van maken zo direct. Maar eerst beginnen we met de taart om die lekker in te werken. Hoe doen jullie het? Begin met het mes. Ja. Eén keer helemaal rond. Ja. Op één niveau. Dan... Eén keer helemaal rond op het volgende niveau. En dan moet hij gewoon om drie gelijke delen zijn. Wil jij het eerste, de eerste snede maken of wil jij de tweede snede? Ik doe de eerste. Oké. Dan heb ik de moeilijkste eigenlijk, hè? Oké, doe jij het. Nee, doe maar. Serieus. De bovenste mag je mee beginnen dan. De bovenste snede? Ja? Oh. En dan kan je ronddraaien. Nee, nog niet. Alleen het lijntje aangeven. Oh, alleen het lijntje aangeven. En de reden waarom je dat doet, dan weet je dat je uitkomt bij de andere waar je begon. Ik dacht echt dat ik hier echt mis... Nee, dat zien ze niet op beeld. Patissier. Oh nee! Doe het dan nog vanaf hier. Je snijdt ook zo'n gekke kant op. Ja, dat klopt ook. Ik weet het ook je bent toch niet links? Nee. Oké. Komt helemaal goed. Gewoon krachtig. Oh, kijk. Oh, nee. Helemaal goed. Ah, nee. Zet dan. Stond, kind. Wacht, stop. Ze zien het niet. Stop.
nee. Stop dan. Een stukje niks nemen. Nee, gaat goed hoor, Vincent. Niks aan de hand, patissier. Nee, gaat goed hoor. Ja. Hey, niet laten zien. Ja, nou ja, vals. Zo, mooi hoor. Oh, dit vond ik echt moeilijk. Ik krijg hier een onvoldoende voor. Jij hebt nu een onvoldoende. Oh, ik krijg hier echt een onvoldoende voor. Ik deed het ook niet secuur genoeg misschien. De bovenlaag was makkelijker misschien. Ja, was makkelijker. Okay. We gaan hem vullen. We gaan hem vullen. Eerst met Zwitserse room. Ja. Dat is deze laag. Ja. Met wat heerlijke, fruitige, tropisch fruit. Ja. Net als wij, tropisch fruit. Ja. Zodat hij lekker fris is. Mag ik hier dit op spuiten? Helemaal rondom, ja. Zo dun mogelijk. Zo dun mogelijk. Ja, want ik zie al dat dat... Dat dat niet helemaal... Ik zit te ver gaat. Ik wilde zo... Ja, dat wil ik dus ook. Maar die mond gaat helemaal niet weg. Dat kan niet. Nee, dat is ook maar beter ook. Er mag nog een klein beetje bij. Oh, zie je? Ik ben toch een bescheiden mens. Oh, nou, zo? Dit slaat echt nergens op. Of nog dit meer. Dit is een hele dikke... Ja. Oh. En dan heel mooi verdelen. Ja, doe jij het smeren. Nu gaan we de drukjes erop. Dit moet erop, of nog niet? Oh. Drie cirkeltjes. 1, 2, 3. Hierop? Helemaal rondom. En als je hem halverwege pakt, spuit zo. Mag, doe jij nu spuiten? Dan ga ik nu straks. Maar krijg je nou weer de moeilijke? Want ik krijg de stukjes. Nee joh. Oké, 1 in het midden, 2 eromheen, 3 eromheen. 3 eromheen, ja. Oh, ik moet van boven spuiten. Ja, ja. 1. Zoiets veer? Oh, ja, meer een cirkel. Oh, pardon. Gewoon lekker rond. Ja, perfect. Dat is hem. Ja, ja, lekker mij. Lekker. Ja. Ja. Het is echt dat Vincent heel blij is dat ik eindelijk iets goed doe. Een soort van goed doen. Dat is positief stimuleren. En een trotse ouder. Trotse ouder. Ja. Ja. Oh, dit is moeilijk, want het is 6 stukjes. Nou, kom op, meid. Oké. Okay. Nou, fantastisch. Iedereen krijgt een lekkere vulling. Ja, ja, behalve degene die hier zit. Maar goed. Ja? Ja? Nou mag de middelste laag mag erop. Die oh, mag, we gaan niet smeren. Nee, niet smeren. Nee. Oh, zal ik dit even doen? Wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daarmee? Nou, niks. Ik dacht, ik help even. Ik heb het idee dat je vindt dat ik het niet zo heel erg goed doe. Nee, het gaat hartstikke goed. Ik ben heel trots op je. En dat gaan we even mooi strak aandrukken. Oh, strak aandrukken? Nu met mijn handen? Met de handen? Ja, ja. Perfect. Hij voelt al lekker, hoor mij. Ja? Ja. Dan met de suikerkoek geven we een heerlijke suikerlaagje ertussen. Hoe moeten we dit doen? Boven. Daar overheen? Helemaal, ja. Helemaal douche. Even rondgaan. Een beetje meer knijpen, dan komt er nog wat meer uit. Zodat het allemaal mooi zo? Bedekt is. Is veel hoor al. Mag nog iets meer? Echt? Ja, ja, het moet heerlijk zijn. Denk je dat Vincent het niet weet? Die ja, wacht, maakt de hele dag thuis. Hartstikke goed. Nou, je kan niet twijfelen aan de patissier. Nee, sorry. Is dit afval? Ja, dat zijn gebroken chocolade. Dus, maar oh. Dat jullie een mondkapje op hebben. Ja, goed dat wij een mondkapje op hebben. Voila. Snel, hij zegt, neem een stuk, snel. Hier, neem een stuk, snel. Ik houd in de gaten. Nee, je mag niet aan happen, je moet ze aftrekken. Oh. Jezus. Oh nee. Oh nee, dit kan echt niet. Oh, nu ben je echt gezakt. Ik heb een stukje afgenomen. Je bent echt gezakt. Nee, 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 je kan niet. Ik wil verstoppen. Oh, nee. Ik wil verstoppen. Oké, eet het op. Eet het op. Eet het op. Ik hou niet van Mars. Hij komt echt. Zo, eet het op. Zo. Maak dit rond. Hij heeft niks door. Zo. Ja, echt. Helemaal mis. Ja, stil. Zo. Ja, gaat hartstikke goed. Gaat goed hoor. Gaat goed? Ja. Zullen we een stukje uitrollen? Ja. Neem we dit mee? Ja. We gaan even uitrollen. Ik heb ooit, dat is misschien leuk om te vertellen, ik heb ooit een Fimo-klei cursus gedaan. Dat was bijvoorbeeld een 10-weekse cursus. Oh ja, dat heb je verteld, ja. En dan krijg je gewoon helemaal kramp in je handen van de Fimo-klei. En dit is een beetje datzelfde
dit. Dus dit moet je eigenlijk op een Fimo-klei cursus. Ik denk dat er niemand is die ook een Fimo-klei cursus heeft gevolgd. Behalve jij. Nee, oké. Okay. Oh! Hey, Hij wordt nu al. Nou mag je draaien. Was, ik denk dat je een stapje te ver ging. Oh, je ging weer een tikje te ver, meid. Ik ga altijd. Je zit weer niet op te letten. Als je nu even een halfslagje draait. Zo? Ja. En weer een beetje. Of nog meer draaien? Nee, dat is perfect. Maar hij steekt een beetje uit. Is dat niet erg? Nee, dat vergeet ik niet. Oh, oké. Okay. En dan een beetje poeder zodat hij niet gaat kleven. Die? Ja. Oh, het ruikt hier lekker. Oh. Oh ja, dan wrijven. Ik weet het weer. Zo. Wrijven. Ja. Keren en wrijven. En ja, is dat ook perfect? Nee, een keer hoeft niet. Oké. En nu naar de 2,5. Ja. Ja. Dan gaat hij weer. Dan gaat hij. Prachtig. Oh. Oh, we hadden toch iets meer naar de andere kant moeten. Nee, kijk, het gaat helemaal goed, want dit gaat er gewoon af. Hier hebben we een mesje. Even met de handen helemaal mooi rondom aandrukken. Dan maken we heel even een kunstwerkje van dit. Kunstwerkje, ik zie het al. Ja. Ik maak hem lekker uit één stuk. Nee, je maakt hem half. Maar nee, kijk nou, hij is al in de vorm. Maak jij de balzak? Nee, hij is al in de vorm, meid. Maar kijk, hij is klaar. Maar kijk dan, ik heb hier met balzak. Maar je moet wel het topje even zo. Oh ja. Kijk zo. Ja. Sorry, dit is echt niet gepast. Nee, dit is niet gepast. Het is heel ongepast. Oh, even een beetje laag houden. Gewoon van. Wij mogen dit stuk marsepein hebben, naar aanleiding van wat wij hebben gedaan. En daar hebben we even een vormpje van gemaakt. Gewoon even om lekker te knabbelen. Een vol vormpje. Kunnen we lekker aan knabbelen als we aan het werk zijn? Ja. Ik leg hem even hier. Ja, leg hem even hier. Ja, we leggen hem even hier. Zo, want het weet niet of het op prijs wordt gesteld. Zo. We gaan even terug naar het patissierwerk. Zullen we het heel even uit de camera houden? Want ik weet niet wat onze patissier ervan vindt. Nee. Oké. Tada! Tada! Dit is echt echte chocola. Ja, dit is vers voor ons gemaakt. Ja, en we hebben geleerd dat er heel veel verschil zit in chocola. En dit is zeg maar echte chocola. Ja, dit is de top of the bill. Mag ik nog wat vragen? Moet hier iets onder dat we het plakken of niet? Nee, hij mag er zo op. En dan gaan we hem vastplakken met dus een klein beetje crème au beurre. Crème au beurre. Is hem geworden. Vincent? Ja? Wat voor cijfer geef jij onze taart? Nou, ik vind het geweldig. Ik zou een 9,5 geven. Oh, dat een is 9,5. Fantastisch. Yes! Ja, dit is echt op niveau. Kijk. En als die dadelijk nog heerlijk smaakt zoals wij denken dat die moet smaken, dan wordt het een 10. Ja. Echt lief van Vincent. Echt heel lief. Ik vond het ook echt super leuk. En ik vind Vincent echt een hele goede leermeester. Ja, zeker. Ik ook. Echt waar. Ik wil nog heel even zeggen. Ja? Ik doe het toch eventjes. Ik heb het al vaak genoeg verteld. Maar als je moet hier even een gebakje kopen. Opeten. En dan begrijp je waarom dit echt oprecht de beste patissier in de wereld is. Ja. Dat begrijp je echt. Echt als je een gebakje hebt gehaald. Ja. Dus haal hier iets, eet het op, desnoods doe je het op straat. En kom dan ook gezellig even bij ons, Max. Ja, en kom dan even vertellen. Toch? Ja, zeker. Want dan begrijp je waarom we dus zo lyrisch over deze winkel zijn. Ja. Nou, wij zwaaien af. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog.